kraak van de maand. Wat is er nu weer gehackt? Wat voor persoonlijke data liggen er nu weer op straat? Ik weet zelf ook niet wat er deze maand gehackt is. Maar dat wordt mooi samengevat door onze volgende gast. Hij is namelijk internetjournalist bij Webwereld. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Brenno de Winter. Hey. Hey, je iPhone is kapot. Ja, een beetje. Dat is een beetje ja, gevallen. Ik blijf wel handig, hè? Oké. Okay. Ja. Goed, Brenno. Ja, iedere maand ben je hier met de kraak van de maand. Ja. Je bent heel vaak in het nieuws. Bij de DigiNotar-lek heeft u allemaal kunnen zien. Bij overchipkaarten die werden gehackt. Jarenlang. Soms wordt het je ook verschrikkelijk moeilijk gemaakt. Hè? Dan gaat de overheid jou echt een beetje. Narren, inderdaad. Ja. Dus alle respect dat je het nog steeds blijft doen. En. Wat is de afgelopen maand? Nou ja, dat was natuurlijk afgelopen week het grote verhaal dat overal vragen ze om je legitimatiebewijs. Of je nou naar een overheidsgebouw gaat of een nieuwe simkaart nodig hebt, een aangetekende brief moet ophalen. Nou, en wat mag blijkt, een kopietje van die paspoort? Ja, nou, ik heb daar dus op een hackersconferentie een Duits lichtbeeldausweis meegenomen. En dat wordt gewoon overal geaccepteerd. Er had onder kunnen staan de burgemeester van Dukstad. En dan hadden ze het waarschijnlijk ook nog allemaal aangenomen. Je hebt een Duits identiteitsbewijs, nou, en die is nep. Ja, maar het is niet bestaand inderdaad. Het okay. is een totaal niet bestaand legitimatiebewijs. Ja, en het bizarre is ook als het op de man af wordt gevraagd, hè, van ja, maar Duitse legitimatiebewijs zijn toch groot en groen? En ik zeg, ja, dat klopt. Dan nog nemen ze dat als waar aan. Dus men weet niet waar men naar moet kijken. Nou, dat was vorige week heel erg in het nieuws. Maar toen gebeurde er wat raars. Het was ouder. Dus ik ging naar de Tweede Kamer toe. En de eerste dag wilden ze twee keer mijn koffer controleren. Eén keer toen ze me al door hadden gelaten. En ik stond te praten met minister Opstelten. Werd de beveiliging een beetje nerveus. Maar de tweede dag herkenden ze mijn echte legitimatiebewijs niet. Dus in de Tweede Kamer weten we niet meer waar we naar moeten kijken als we een identiteitsbewijs vragen. Nou, die scène die duurt 35 minuten. En ik heb gevraagd aan jou van, goh, mag ik een filmpje van 35 minuten laten zien? Toen zei je nee. Dus ik heb een seconde of 32 samengevat. Oh, dat heeft Michiel? Ja. Oké, okay. Dat is wel leuk om even te kijken. Hoe gaat dat? Weet je, waar was je toen? Ik was toen in de Tweede Kamer gewoon op bezoek. En met een echt legitimatiebewijs. En dat is best ingewikkeld. Oh, dit is een verborgen camera, zie ik. Je hebt hem onder je arm of zo. Nee, hij gaat hier nu gewoon de scanner in. Oh, dit ben jij, ja. Goeiedag. Kom van de pestdag, pas Brenno. Ja, pak er het boekje maar eens bij van, god, zou die echt zijn? Ja, nogmaals een keertje goed kijken. Collegaatje erbij. Een beetje bellen, twee gingen er bellen. Uiteindelijk gingen 6 mensen zich hiermee bemoeien. Nou, het grote probleem eigenlijk was dat er meer echtheidskenmerken op zaten dan er in zijn boekje stonden. En uiteindelijk hebben ze het. Je was te echt. Uiteindelijk hebben ze het maar zo opgelost dat ze me binnen hebben gelaten zonder een oordeel te geven over mijn identiteitsbewijs. Dus men weet het gewoon niet meer. Dus wij moeten overal braaf op de foto en helemaal correct aan regeltjes voldoen. En eigenlijk zijn die mensen helemaal niet opgeleid om daar fatsoenlijk mee om te gaan. Maar ook gewoon heel, heel braaf, weet je wel, dan kom je bij voor je aangetekende brief. En dan gaat iemand heel braaf dat nummertje zitten overschrijven. En het is allemaal, het is heel lief allemaal, maar het toont gewoon aan dat identiteitsdiefstal wel heel erg makkelijk is in dit land. Ja, en dat is ook weer zo'n privacyprobleem. We hebben meer maatregelen. De gewone mensen die niks doen, hebben daar vooral heel veel last van. Ja. Maar wil je kwaad, dan kan het altijd nog. Nou ja, en het vervelende is van, waar haal je die data desnoods nog vandaan? Er komen gewoon bijna elke dag wel bij mij datalekken langs. En dat betekent dus dat hacks laat zien van, kijk, dit heb ik gevonden. En heel veel zijn relatief overzichtelijk, hè? Een paar duizend persoonsgegevens per keer. Dat is eigenlijk al niet meer nieuwswaardig. Zover zijn we dus al in Nederland. Ja, vorig jaar bij Lektober, dat was echt iedere dag was het prijs. Ja, nou, dat was Brenno, ja. Nou, ik geloof dat ik meer dan 20 miljoen persoonsgegevens in een jaar tijd heb zien langskomen. Dus, okay. Dus het is gewoon echt heel structureel. Nou, pak die gegevens, knal ze op een lichtbeeldausweis en iedereen gelooft je in dit land. Dus ja, dit is wel vrij problematisch. En je kunt daar dus
identiteit van mensen mee overnemen. Maar ik zou ook bijvoorbeeld bij het plegen van een wel kwaad bedoelde aanslag, mm-hmm, maakt dit het leven wel heel makkelijk. Okay. Dus kun je de mijne nemen en dan doen alsof ik het doe. Ja, maar goed, dit is maar gedeeltelijk technisch, hè, want je kunt heel eenvoudig zo'n kaartje maken, maar dat is niet echt technisch. Ik dacht van, laat ik nou voor de eerste keer eens gewoon niks heel spannends doen, maar een heel simpele hack. Want, je hebt er nog één? Ja, ik had het volgende bedacht. Laat ik nou eens gewoon mijn computer, de internetverbinding op mijn computer delen en dan noem ik dat KPN. Want de gemiddelde telefoon hier gaat automatisch, sluit zich aan op KPN. En om te beginnen, jouw iPhone sluit zich netjes aan. Kijk, als je eventjes kijkt gewoon naar jouw iPhone, hè, dan... Dat heb je niet gerepeteerd, hoor. Dus ik weet niet wat je eruit gaat halen. Maar... Nee, maar als je dan gewoon kijkt, dan ben je gewoon heel netjes aangesloten op KPN. Terwijl hier dus netjes van TikTok gewoon een hele mooie eigen internetverbinding is. Nou, Huip... Dat ben jij, geloof ik, als ik dat een beetje goed heb uitgemeten. Sloot zich netjes aan. Dus ik zie al zijn verkeer. Heb je daar? Ja, nu. Ja, maar ondertussen zag ik wel al je verkeer langskomen. Je ziet ook wat ze twitteren. Nou, als je wilt, dan zou je dat kunnen zien. Ik ben heel braaf geweest. Ik hoop dat je me daarop gelooft. Wie is hier Ted? Nee, ik heb niet bij KPN. Hij doet alsof die KPN is. Maar dat is die helemaal niet. Nee. Ik heb dus een hotspot gemaakt, dat heet KPN. En elke telefoon hier die ooit een keer bij KPN zich heeft aangemeld, meldt zich automatisch bij mij aan. En ik zie al het verkeer langskomen. Is best leuk. Maar wie is nou Ted? Wie is Ted? Die meneer van daarnet. Ja, want Ted, nee, maar Ted is een hele trouwe Apple-klant. Want die heeft en een iPad en een iPhone bij zich. Klopt dat? Nou, ik vind dat een applausje waard, hoor. En dat komt gewoon vrolijk langs. Nou, we hebben een Windows Phone, ik zag een BlackBerry langskomen. Een medewerker van Logica die even zijn mail ging ophalen. Wie heeft er hier trouwens een e-mailaccount bij e-mail.cz? Dat kwam wat Tsjechisch over. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Heb je een microfoon dat die mevrouw ook even... Oh, ja, sorry. Sorry. Als je nou gewoon de wifi van TikTok hebt gebruikt, dan val je hier buiten, toch? Ja, nee, ik zou zeggen ja. Gelukkig. TikTok is privacy-proof. Voor dit gedeelte wel. Nee, voor dit gedeelte wel. En anders zou ik zeggen, kom gerust volgende maand nog een keer. Maar voor deze maand bent u inderdaad veilig. Maar het vervelende is natuurlijk, want ik doe er heel grappig over. Maar het vervelende is dat geen van de mensen hier in de zaal doorheeft... dat zijn telefoon zich aanmeldt, geautomatiseerd. Het lijkt allemaal heel, heel natuurlijk. En ondertussen komt dus wel al het dataverkeer langs. En als je kwaad zou willen... Ik heb een paar dingen van waar mensen naartoe hebben. En mensen hebben bijvoorbeeld toch zich een beetje verveeld. En dan gaan ze op buienradar zitten kijken. Sorry. Of de Evernote zitten lezen. En er is zelfs iemand die heeft Spotify opgestart. Dus die is gewoon andere muziek gaan luisteren. Dus Dat soort dingen bij elkaar. Dat zijn jullie, dat is de band of zo. Nou. Wordt er nog een beetje getwitterd? Kun je het ook zien? Nou, er werd best wel aardig getwitterd. Gelukkig. Maar nogmaals, verder heb ik niet naar inhoud gekeken. Want ik wou het een beetje netjes houden voor zo'n eerste keer. En anders durft volgende maand niemand meer te komen. Daar was ik een beetje bang voor eigenlijk. Oké, ja, ik hoop wel dat u volgende maand er ook weer bent. En Brenno, jij in ieder geval met de kraak van de maand. Nou, tot volgende maand. Brenno de Winter.